eerste filmpje in verband met Packet Tracer. We gaan een klein netwerkje opzetten met een switch en ook met een router. En 4 PC's. Een vrij eenvoudige oefening op VLANs en VLAN trunking. En routering, hoewel dat zelfs niet die naam waard is. We nemen 4 PC's, PC 112.1.1.2.2.1.2.2. Die hebben allemaal deze IP-adressering. En /24, de eerste twee zitten op hetzelfde IP-segment en IP-range. En de laatste twee zitten op een andere IP-range samen. Aan twee VLAN's die gebruik nemen, VLAN 101 en 102. En de eerste twee PC's gaan op VLAN 101 gezet worden. En de tweede twee op VLAN 102. We gaan ook een router op de switch aansluiten om die twee groepen met elkaar te kunnen doen laten praten. Daarvoor gaan we die router koppelen op één poort, een router on a stick. En aan de kant van de switch moet dat dan een VLAN trunk poort worden. En aan de kant van de router moet dat dan een gesubinterfaced routerpoort worden via 802.1Q. De IP-adressen die daar gaan gebruikt worden voor de router zijn 192.168.1.254 voor de ene VLAN en 192.168.2.254 voor de tweede VLAN. We openen onze packet tracer. De mijne ziet er zo uit, 6.1.1, de tracer student, op Linux geïnstalleerd, dus die kan er iets anders uitzien op Windows. En we gaan opbouwen. We beginnen eerst met 4 PC's. 1, 2, 3 en 4. En die ga ik dan de voldoende configuratie geven, zodanig dat dat zou moeten kunnen werken als ook de switch en de router in orde zijn. Daarop klik. De eerste die ga ik PC 1.1 noemen. En ik ga hem een gateway geven van 192.168.1.254 en zijn interface, zijn IP-adres, sorry, eigen IP-adres is 192.168.1.1 met een subnetmask van 24. Dat is alles, oké. De tweede, vergelijkbaar, dat is een 1_2. Met dezelfde gateway 192.168.1.2. DNS is niet nodig, IPv6 ook niet, maar zijn eigen IP-adressering wel 192.168.1.2/24 en het is in orde. De derde is PC2_1. Met nu een gateway op 192.168.2.254 en een eigen IP-adres van 192.168.2.1/24, andere IP-range. En de laatste is PC2_2 met een gateway op 192.168.254, uiteraard ook. En zijn eigen IP-adres is 192.168.2.2/24. Voilà. Die zijn in orde, maar die hebben helemaal nog geen netwerking. Dus nu gaan we die op een switch plaatsen. Ik neem simpel, even kijken, de 2950 hier, de eerste, deze switch. Zo. Die heeft, als ik daarop waai, zoals je ziet, 24 vast ethernetpoorten. En hoe ziet die eruit? Die ziet er zo uit, de klassieke switch 2900 reeks. Ik ga daar hier nog niet veel aan doen. Via de config ga ik niet doen, dat is een beetje vals spelen. Maar ik zou dat hier kunnen doen, 1, 2 en zo verder. Ik ga dat via command line interface doen. Maar dat doe ik nu nog niet. Om te beginnen ga ik de vier PC's aansluiten.
Hoe doe ik dat? Dat doe ik via de connections. En ik kan automatische connections nemen hier. Dan gaat de packet tracer zelf de poorten aangeven en ook het soort kabel. Ik ga dat één keer doen, automatisch, van hier naar de switch. En die zijn gekoppeld. Dit staat groen, die interface is up, maar dus de poort van de switch moet nog eventjes opkomen. Hij heeft hem op vast Ethernet 01 gekoppeld. Dat had ik niet in de hand als ik een automatische koppeling kies. Hij heeft ook een solid, een straight-through kabel, dus een rechte kabel, Ethernet kabel gebruikt. En je ziet als ik daar op de switch ga staan dat vast Ethernet 01 up is. Alleen is hij nog niet helemaal in het groen gekomen. Dat is nu dus gebeurd. In principe kan deze PC deze switch gebruiken. Als ik nu die poort wil veranderen, dan kan ik die hier vastpakken. En als ik dan loslaat boven de switch, dan kan ik de poort zelf kiezen. Nu, die 01 was een goede keuze, dus dan doe ik dat zo. Dan gaat hij weer negociëren hier. Als ik dat in één keer wil doen, die poorten selecteren zelf, dan kies ik gewoon de niet de automatische bekabeling, maar de straight through kabel, koperkabel, daar. En dat doe ik dan voor deze koppeling van PC 1.2 naar de switch. Die PC heeft maar één Ethernetkaart, dus als ik daarop klik, heb ik eigenlijk maar één deftige mogelijkheid. De RS-232 ga ik echt niet gebruiken. Ik ga vast Ethernet 0 gebruiken, zijn netwerkinterface. En dan ga ik naar de switch en dan zet ik die op de 2. De 01 is er tussenuit, want die is al toebedeeld aan een andere connectie. Daar zit al een kabel in, virtueel dan toch. Dus ik steek hem in de 02. En dan doe ik hetzelfde voor de twee andere PC's. Naar daar. En dan kies ik dat tweede VLAN te beginnen vanaf 11 bijvoorbeeld. Voilà. Met deze configuratie kunnen deze twee PC's, PC 1.1 en 1.2, perfect met elkaar communiceren en 2.1 en 2.2 kunnen ook perfect met elkaar communiceren. Maar de twee linkse PC's kunnen niet communiceren met de twee rechtse PC's. Ik ga de symbolisch eventjes het schema veranderen. Ik heb PC 1 en PC 2. 1, 1, 1, 2 en 2, 1, 2, 2. De switch daartussen. Deze twee PC's kunnen met elkaar communiceren. Deze twee kunnen met elkaar communiceren, maar kruislinks kunnen ze niet met elkaar kunnen communiceren. Dat komt omdat dit op een andere laag 3 netwerk, IP range, ligt dan deze twee. We kunnen dat ook bewijzen uiteraard. Ik klik op een PC, ik ga naar desktop, command prompt en ik doe ping en ik ga alle IP-adressen af. Eerst kijken of dat hij naar zichzelf kan pingen en dat gaat. Kan hij naar zijn maat binnen het IP-segment pingen, dat gaat ook. Kan hij naar de andere kant pingen? Nee, dat kan niet. Geen een van de twee. En aan de andere kant, bijvoorbeeld deze. Ziet het er gelijkaardig uit? Kan naar zichzelf pingen. Kan naar zijn maat binnen het IP-netwerk pingen. Maar kan niet naar de andere kant pingen. Naar 1 en niet naar 2. Dus de PC's links kunnen niet communiceren met de PC's rechts, omdat die in een ander IP-segment zitten en de switch kan niet routeren. Hoe kunnen we dit oplossen? Er zijn verschillende oplossingen. Twee switchen gebruiken, daartussen een router te zetten.
Maar als we het met één switch doen, moeten we eigenlijk hoe dan ook met VLANs werken. VLANs gaan eigenlijk de switch opdelen in virtuele kleinere switchen. Dus ik ga twee VLANs maken, een VLAN voor dit netwerk en een VLAN voor dit netwerk. Dus ik heb hier dit netwerk en ik heb dit netwerk. Even wachten. Dit netwerk. Opnieuw beginnen. Zo. Zo. Dit netwerk, die twee netwerken, die moet ik met elkaar laten werken. Hoe doe ik dat? Wel, ik plaats er een router tussen en ik maak twee VLANs. Oké, ik ga op de meest uitgewerkte manier VLANs aanmaken via de command line interface. Ik ga naar de switch en ik zit in gewoon user mode. Ik ga naar enable en daarna ga ik configureren. Om te beginnen, conf terminal en nu kan ik configuratie opgeven. Om te beginnen ga ik de twee VLANs aanmaken, VLAN 101. Ik kan daar nog van allerlei dingen aan plakken. Neem netwerk 1, exit, en VLAN 102, neem netwerk 2, exit. Als ik even ga kijken naar de VLANs, dan zie je dat ik twee VLAN's bijgemaakt heb hier, maar dat alle poorten op de VLAN 1 zitten. Dat moet ik nu nog veranderen. Daarvoor ga ik naar interface fast 01 en ik zeg dat dat een accesspoort wordt. Access VLAN 101 exit en ik zeg interface fast 02 en ik doe daar hetzelfde: switchport mode access en switchport. Iedere keer als die command line verspringt, duw ik op de tab access VLAN 102. Ik heb geen zin om alles in te typen. Exit. Dat doe ik dan ook voor de 11 en de 12. Switchport mode access en switchport access VLAN 102. Deze 102 is trouwens fout. Hij moest 101 zijn. Ik ga dat zo meteen doen. Interface fast 012 switchport mode access en switchport access VLAN 102 exit en interface fast 02 had ik verkeerd gemaakt, switchport access VLAN 101. Er zijn snellere methoden om dit te doen, maar ik doe het nu eventjes op de harde methode waarbij je moet ze weten. Eventjes de configuratie opvragen en ik zie dus inderdaad dat de eerste twee goed geconfigureerd zijn. Er staat niks bij, die zitten in VLAN 101 en de 11 en de 12 zijn ook in orde. Dit verandert helemaal niks aan de configuratie. Ze kunnen nog altijd niet pingen. Ik moet nog een router hebben. En die router, ik neem hier een 2811. Nou, die ga ik configureren om te kunnen routeren.
Daarvoor moet ik even terug naar de switch, want die stap ben ik vergeten. Ik ga kiezen waar dat er een trunkpoort op komt, bijvoorbeeld op Fast Ethernet 24. Daarvoor ga ik weer configureren, interface Fast Ethernet 024. En in deze wordt switch mode en nu niet, dit was een vraagteken, dit niet access maar trunk. En dan switchport trunk native en ik geef daar een VLAN 100, native VLAN 100 en switchport, ik heb het doen, allowed VLAN 101,102, exit, show running. En je ziet dat die 24 nu een trunkpoort is geworden. Nu ga ik naar de router. Configuration dialog ga ik absoluut niet doen, een default configuratie. Zo, enable, show running. En je ziet dat die twee interfaces, twee router interfaces hebben. Ik ga er eentje gebruiken. En ik ga configureren en ik ga in één keer naar in een subinterface die ik nodig heb. Interface fast 0/0.1. En wat kan ik daar doen? Ik kan daar de encapsulation op .1Q zetten en die gaat op 101, dus die gaat VLAN 101 opvangen. Die subinterface die moet nog een IP-adres krijgen, namelijk het gateway-adres, het routeradres in die VLAN 154. En dan denk ik dat ik rond ben. Tweede subinterface. Ik ga me nu met het pijltje omhoog in de command history. Ik weer luiheid. Zo, dus dat is inderdaad te lui. Ah ja, dat had hij er net ook gegeven. Sorry, ik had natuurlijk de netmask moeten opgeven. Dat heb ik de vorige keer ook vergeten. Exit. En de ene moet ook dat krijgen. Zo. Exit. Exit. Show running. En ik zie die twee interfaces. Ik denk niet dat ik iets vergeten ben. Het kan zijn van wel. Maar encapsulation.1q en IP-adres, we gaan eens proberen. Hè. Ik ga dit bewaren, copy running startup config, sorry, copy, niet cp, copy running startup config, voilà, dat gebeurt, ik ga dat met de switch ook doen. Copy running startup config, voilà, dan heeft hij dat ook bewaard. En nu ga ik de connectie maken. Ik ga van de 24, de trunkpoort, koppelen naar de eerste fast ethernet. Ah, die staat nog in shutdown, inderdaad. Dat zie ik aan de rode. Hier, die staat in shutdown. De hoofdinterface. Dus confterm interface fast 00 en no shut exit en copy running startup, voilà, staat in groen, is deze nu ook in het groen, die staat in fout. Dus we zijn heel eventjes aan het wachten totdat die groen wordt.
De interface is groen geworden, alles is groen. We gaan eens kijken of dat we door de router heen kunnen. Kan ik de router bereiken? Ja, die kan ik bereiken. Kan ik de achterkant van de router, van hieruit gezien tenminste, bereiken? Ja, dus de router roteert. Kan ik de andere PC's bereiken? Dat ziet er niet goed uit. Dus ik heb nog een fout in de configuratie. Nee, hij is er daar. Ik moest nog eventjes iets leren. De twee PC's aan de andere kant moesten nog heel eventjes iets leren. Voilà, ze zijn er alle twee. Dus ik kan perfect in de twee richtingen. Alles kan ik bereiken. En dit zaakje werkt. Voor alle volledigheid ga ik dit wel even opslaan. Documenten. Ik ga er hier even een aparte folder voor maken. En ik noem dit pakket tracer 1. Bewaar. Ik kan afsluiten en ik kan ook deze video afsluiten.